Morgen tegen Uruguay. En wat ligt er dan meer voor de hand? Dat we op bezoek gaan bij Luis Suarez. En die woont... Ja. Hier woont zijn tante zeker, hè? Waar woont hij nou? Ik denk dat hij daar woont. En je weet niet eens waar hij woont? Volgens mij, hij woont in het huis van Fernando, maar dit is Duitsland. Maar Fernando is er niet, hoor. Nee. Hij woonde... Ja. Is dat van Abba? Ja. Ha! De man had zich verstopt. Waar zit je nou, man? Ja. Luis. Ja, hallo, Harry. Alles goed? Goed. Goed zo, jongen. Ja. Leuk je keer te ontmoeten. Ja. Hey, Dirk. Ik ga naar huis. Ja, zo neem je aan maar op. Ja. Dirk hebben we gezien. Ik zie jou morgen, ja? Oké, ik zie je morgen. Ja, Harry, dankjewel. We zien elkaar. We zien elkaar, hè? Voor de best. Goed, leuk toch? Ja, dames en heren, kom binnen. Thuis bij Luis Suarez. Dus hier woon jij, Luis? Ja, hier. Ja. Nou, en even kijken. Nou, hey. Oh, hier zit je lekker tv te kijken, ja, altijd. Ja, elke dag. Hier ga je voetballen kijken? Ja. Zit je hier dan? Ja, precies daar. Nou, dan zit je lekker, man. Zo! Ja, nou, die kleine die wordt een beetje verwend, heet dat Luis of niet? Ja. Moet je eens even kijken, beste mensen. Is dit even een speelkamer voor... Hoe oud is de baby? 9 maanden. Voor één kind van 9 maanden, de hele speelkamer hier. Moet je even kijken. Belangrijke plek, de keuken. Ja, kan wel, een beetje. Ja? Ja. Want let op, ik heb wat voor jou. Heb ik speciaal meegenomen, let op. Kijk wat ik hier heb, Luis. Hey. Oh. Weet je wat het is? Ja, ik weet. Wat is het dan? Voor de kroket. Juist! Ja. Voor de kroket, jongen! Krijg je van mij weer niet open, dan heb ik dat weer. Krijg ik weer een aanval van onhandig, Luis, sorry. Ja, jij moet me helpen. Doe je nooit ja, open, hè? Ja, ik krijg nooit iets open hier. Ga mij doen, maar zo, doe ik niet. Let's go downtown. Als de olie erin zit en de frituurpan is aangezet, komt Harry met een dringend verzoek. Eén ding. Je gaat niet heel erg juichen als je scoort, oké? Tuurlijk wel. Dat is een Melaan. Hé, hey, jij houdt rekening mee met... En ik heb pijn van de WK ook. Oh, je pijn van de WK? Ja, tuurlijk. Oh, dus je wil het recht zetten? Ja. Dus je wil scoren tegen Nederland? Ja, maar nu is van niets te scoren. Dus Nederland zit toch ook een beetje in jouw hart? Ja, niet in Nederland, Ajax. Als Ajax, nou goed, maar als je scoort kan je ook zo doen, sorry. Ja, misschien tegen Martin is scoren. En nee, dus sorry doe je dan. Maar je gaat niet dit doen, oh, je gaat wel juichen. Ik ga proberen. Ik waarschuw je, hoor. Oké, wacht. Wat ga je doen? Ga je wel of niet hard juichen? Ik ben wel. Voor respect voor Nederland niet. Kijk. Ja? Nou zijn we cool. Dat is het antwoord waar Harry op zat te wachten. Hij heeft namelijk nog veel meer lekkere dingen uit Amsterdam meegenomen. Aha, kijk eens. Ah, vanillevla. Stroopwafels. Ja, zo. Vind je die lekker? Ja, heel lekker. Oswald. Heel goed, Oswald. Die vind je lekker. Ja, kaas? De kaas, ja. De beste kaas van de wereld. Ja, van de wereld, ja. Dit is lekker, een oude kaas. Rookworst. Lekker. Hou je daarvan of niet? Ja, in barbecue is beter. Ta-da-da-da. Hier komt dit is de hoofdprijs, hoor. Oh. Zie je? Ja. Oeh. De gevulde koek. Dat is smullen. Maar nu eerst de kroketten. De olie is nu heet genoeg om te bakken. 1, 2. Laat maar zakken. Dan gaat hij erin. Hup. Oh. En terwijl de kroketten lekker liggen te spetteren, maakt Harry kennis met de rest van het gezin. Dit is jouw dochter, 9 maanden oud. Ja. Hoe heet ze? Delfina. Hoe? Delfina. Delfina. En dat is jouw vrouw, vriendin? Wat is, ja, is je vriendin, mijn hè? Vrouw. Is je vrouw? Ja. En ze heet? Hoe heet jij? Sophia. Ja. Wauw, wat een geweldige baby, zeg. Kijk eens, ik heb een speciaal cadeautje. Oké. Okay. Voor haar. Ja? Ja, shirtje van het Nederlands elftal. Echt? Ja, kijk. Oh. Echte shirt van het Nederlands elftal met... Voor de wedstrijd. Voor Suarez, ja. Voor de wedstrijd. Voor de kleine, ja. Ja? Dat is? Hé. Paradita. Ja. En weer? Ay, qué. Hé. Viva, 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 de Chile. Viva. Kijk eens even. Dankjewel, hè. Ja. Is het leuk? Ja, is mooi, hè? Mooi. Ja, ja, hè? Ja. Alsjeblieft. Alleen de kleur is, weet je. Als de kleur is nog niet, ja, goed. Snel terug naar de keuken, want de kroketten zijn klaar. Kijk eens of die goed is. Hop. Oh.
Probeer eens, is die oké? Okay? Ja, ik denk wel. Jij denkt die goed is? Zo, hup, die ook. Ja, dat die te warm is. Even proberen. In. In. Perfecto. Eigenlijk. Lekker? Ja. Heerlijk zeker, hè? Ja, heerlijk. Ja. Zet, hè? Nou, noem eens een uitslag dan tegen mij. Wat gaat het worden dan? Uruguay, Nederland, wat denk jij? Noem eens een uitslag. 3-1. Ja? Ja. 3 keer zwaar, hè. Oh? 3-1 en 3 keer zwaar. Nee, 1 keer is genoeg. Dat is het waar. Ciao, Wesley. Ciao. Bye bye, Wesley. Ciao. Ciao, Wesley. Wesley, ciao. Ciao, Wesley. Naco, mama. Jongens, ik ga jullie achterlaten. Sophia, dankjewel. Oké, oh, okay. So dankjewel. Louis, jij ook. Okay, veel succes met Liverpool. Okay. En veel succes ook met Uruguay. Oké, dankjewel. Oké, dag. We gaan verder met het klootschieten.